Ze staat ook echt voor de tv. Dichterbij kan niet. Goedemorgen. En welkom bij een nieuwe vlog. Het is zaterdagochtend. En Olivia wil op de tafel klimmen, denk ik. En we hebben net gegeten en ik ga even een spray tan doen met Knap. En Bibi gaat even oppassen. Waar ga jij naartoe? Waar ga jij naartoe? Olivia heeft een tube waar ze obsessief mee is met babyzalf. Ja, maar goed, ik zie jullie zo. Ik ben weer thuis en een stukje bruiner. En ja, het is echt zo chill. Ik vind de spraytan zo mooi van Knap. Er is de laatste tijd echt steeds meer bekend over hoe slecht. Waarom ben ik niet scherp? Hoe slecht de zon voor je is. Dus stay out of the zon. En als je erin gaat, smeer je dan super goed in. En we hadden even, omdat we super lui waren, Olivia slaapt en ik ben met Bibi boven Modern Family aan het kijken. En we hadden eventjes. Deliveroo besteld bij Pan Cody Ten. Ik heb een baguette met tonijnsalade en twee chocolate chip cookies en een sapje besteld. Dus dat gaan we lekker eten en dan. Oh. Wil jij open doen, Biep? Wie zou dat zijn? Ik hou er niet van als ik niet bezoek verwacht. Hallo. Wie is dat? Dat zijn jullie. Oké, ik ga even kijken wie er is. Dat is mijn baguette. En ik moet echt opruimen, maar ik wil zo graag niks doen. Moving party upstairs, people! Ik heb ook al. Maar je hebt niet zoveel gegeten. Ik heb twee boterhammen met avocado alleen op. Als ontbijt. Dat zit er bijna. Ga lekker eten. Kijken. Trouwens, weer zwarte kleding aan vanwege de spraytan. Dit shirt van Misguided zal ik hier onderlinken. En dit rokje is van Nikut. Kijk eens wie er wakker is. Olivia. Ga je verstoppertje spelen? Wij gaan naar Impero Romano. Lekker eten. Wij zijn aangekomen bij Impero Romano. Ik heb het trouwens even omgekleed. Ik heb dit aangetrokken. En we zijn lekker met de meiden gezellig. Dus ik ga lekker eten. Wij zijn even naar Kay gegaan en Olivia is helemaal verliefd op de poes. Olivia. Olivia moet ook water drinken. Oh, deze schoenen heeft Kay meegenomen die Olivia nu gaat aandoen. Uit Marrakesh. Vinden jullie dat ze die moet importeren? Ja. Laat even een comment achter. Ik vind ze zo leuk. Je hebt ze in twee kleuren, toch? Ik heb ze in drie. Drie kleuren? Ja, maar één wat ik zelf heb gevangen. Ze zijn echt zo leuk. Ik zou ze echt zo kopen. Volgens mij kan je dit in Nederland ook verder nergens kopen. Hondje heeft Bibi. Die kleintjes, ja die. Oh, die zijn zo leuk. Maar je mag ze altijd lenen. Ze zitten ook heel lekker. Maar hoe kan dit maat 41 zijn? Die schoenen zijn echt gewoon maat 39. Ja, ik moet echt geen bal van deze maten. Dit is maat 42. Ja, die had ik aan. Die waren wel groter dan die ander. Maar deze zijn echt klein. Deze, ja, deze vind ik het leukst. Welke vinden jullie het leukst? Let us know. Het is ook leuk gewoon met spijkerbroek dit, Kay. Ja, echt heel leuk. Olly gaat met Boef gezellig eten.
Dus letterlijk. Zo mooi liggen. Een pasjadanser is. Ja. Nee. Kederhuis is het allermooiste huis ooit. Ja, kijk nou. Lekker chaos. Ik wou net zeggen, het is wel voor jou doen, maar dit is dus de schuld van baby Olivia, niet van Kay. Weer netjes leggen, maar ik denk weer later. Ja, het is hier echt super mooi. Nou ja, het is wel een beetje een troep, maar dat heeft Olly gedaan. Geef Olly de schuld. Blame it on Olly. En Olly die kijkt Disney Channel. Ze staat ook echt voor de tv. Dichterbij kan niet. Is het grappig? Waar is Boef? Waar is Boef? Boef daar. Waar is Boef? Hoe vond je het dan? Hij komt het zo eronder. Oké, wij zijn thuis. En het was super gezellig bij Kay. En ik had thuis nog een pakketje. Van Sisley. Met een beetje een restock volgens mij. Deze wil ik heel graag proberen. Dat is een eye and lip contour balm. Ik ben echt fan van Sisley geworden de laatste half jaar. Nou, deze die gebruik ik elke dag. Die had ik laatst ook al laten zien. En dan deze heb ik ook laten zien, maar die was op. Sander gaat echt blij zijn, want ook Sander gebruikt deze. Hello. The captain is also turned the seatbelt sign on, so once you're seated, please make sure your seatbelts are securely fastened. Thank you. Zo laat die dame. Hey, onderweg naar New York vanaf Toronto. Ga jullie even meenemen. Into these eyes, I'm falling. I can't explain this calling. My body aches for this moment. There's no controlling. Ik heb net lekker gegeten in Brooklyn. De broer van Noor die woont hier. En zijn huis mogen wij altijd gebruiken, wat heel chill is. Hij woont op een heel leuk stukje in Brooklyn waar veel te doen is en veel leuke mensen wonen. Ik ga zo meteen mijn set voorbereiden en dan naar de club. Hele avond DJ'en, altijd kicken. Gisteren gedj'd in House of Yes was echt zo kicken. De hele avond, 6, 7 uur lang. Ik had nog een vriendje van mij uit Brooklyn. Die is gaan mee DJ'en. Daar ga ik vanavond de studio mee in. Hij heet Carlos Sid. Hij heeft allerlei hele toffe platen gemaakt. Bijvoorbeeld Lana Del Rey met Summertime Sadness. Die house mix heeft hij gedaan. Heeft hij een Grammy voor gewonnen. Dus ik vind het heel cool met hem de studio in te gaan. Maar dat laat ik jullie laten zien. Ik ga nu even naar Times Square en met de metro naar Manhattan. Why does it feel like home? Like I've known you all along. Als je in New York bent, dan zal ik sowieso aanraden om altijd Subway te nemen. Is toch de snelste manier om van A naar B te komen. En alles is in principe goed bereikbaar. Deze moet ik wel even aan je laten zien. Kijk, er zijn allemaal mensen die sideways in deze bus zitten. Even allemaal zwaaien naar mij. Ja, hallo. Dus dat is wel een beetje bizar, een sideways bus. Anyway, ik ben onderweg naar Times Square. Ik denk, ja, dat moet je toch gewoon even zien. En als je dan toch in New York bent, dan kan je maar beter heel eventjes daar een stukje van laten zien. Achter mij, als je goed kijkt, ik weet niet of je het kan zien, is Empire State. En obviously is hier alles dat New York zo interessant maakt, qua hustle en bustle. Ik vind New York altijd zo fantastisch. Een soort van enorme theme park. Daar staat gewoon New Amsterdam. Dat vind ik altijd zo leuk als ik dat, soort Nederlandse kenmerken van New York herken. Zo zijn er een heleboel. Ik heb een heel leuk boek gelezen dat over New York gaat. Dat heet New Amsterdam. Als je geïnteresseerd bent in de geschiedenis van New York en wat Amsterdam en Nederland daar bij betekend heeft. Dan moet je dat echt lezen, daar staan echt de grappigste dingen in. Bijvoorbeeld, ik zal eentje verklappen. De Yankees, dat is natuurlijk dat grote baseballteam uit New York. Die heten de Yankees, omdat iedereen in New York vroeger Jan of Kees heette. Dus er zeiden ze op een gegeven moment van, als een soort van geuzennaam. Dat als je uit New York kwam, dan was je een Yankee, een Jan of een Kees. Alright, blow your mind. Why does it feel like home?
Alles is in principe in New York lekker te lopen. Dit is een vliegtuigschip. De Intrepid, die ligt hier al een tijdje. Het is nu een groot museum. Daar kan je allerlei vliegtuigen zien. En obviously de binnenkant van zo'n enorm joekel. Het is wel echt bijzonder als je daar een beetje dicht in de buurt zit. Van hoe groot die dingen zijn. Een van de must dingen die je moet doen als je in New York bent is de High Line lopen. De High Line is een oude metro track die ze geconverteerd hebben in een park. En op een dag als deze, een heerlijke zondag, wordt die obviously veel gebruikt door mensen om te recreëren. Super tof. Heerlijk. Watertje. Kilometers maken. Welkom in de Chelsea Market. Niet alleen heel lekker eten, maar ook allerlei andere super leuke winkeltjes en shops waar je allerhande leuke dingen kan kopen. Nou goed, het zijn sowieso de beste bakeries, de beste burgers, de beste taco's. Alles wat je maar kan verzinnen. Dus we gaan even rustig op zoek naar waar ik zin in heb. Het ruikt hier lekker. Oh. Ondertussen diep in Brooklyn. Ik ga vanavond de studio in met deze jongen, Carlos Cid. What's up? What up? Carlos is een hele toffe producer uit Amerika. Heeft heel veel hits geschreven. Ga ik vanavond wat muziek mee maken. Maar we gaan eerst naar zijn favoriete ramenplek. Die heet Ichiran Ramen hier in Brooklyn. En hij zegt dat het beste ramen is in New York. Dus ja, dat moet wel heel wat zijn. Oké, dit is echt super interessant. It's like you're at the bank. Like old school bank. You can fill out the form whenever you're ready. Please hit the call button over here. Okay, thanks. En als je dus iets extra's wilt, dan is hier een button. Die heb ik net ingedrukt. Gaat het rode lampje branden? Komt er iemand naartoe? Oh, can I get some red spicy sauce? Thanks. Okay, can I just get a little bit? So did you want to go? It goes all the way to 10. How spicy did you want it to taste? Do you want a little spicy? No, just medium. Just taste it then. Is it spicy? That's okay. I mean, I can do with one because up. One go, up. You can go up to a 2, and it still won't be that spicy. It's actually more sweet until 2. Okay. Do you want to try that? Sure. I think yeah. You'll like it. Yeah. Cool. So. Thanks. Ondertussen zijn we alweer wat verder in de studio, een paar uurtjes bezig en best dope. Oké, het is ondertussen 3 uur 's nachts. Die sessie was echt heel tof met Carlos. Dus die platen hier zullen jullie binnenkort wel horen. We moeten hem nog heel eventjes afmaken. Zo goed, zo'n sessie begin je dan met z'n tweeën, weet je wel, dan ben je bij elkaar in de ruimte. En daarna kan je gewoon van elkaar af dat ding verder afmaken. Hey, maar zoals je ziet zie ik er best moe uit. Ik ga even slapen en morgen terug naar Beliefies. Yay! Selling $5,000? No more dollar even. Oké. Okay. Oh, sorry, this, dollar. This brownstone used to cost $100,000 a stone. And how long ago is this? This is a wood, you know. It's not 1975. Hey, het zit weer op. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Ik vind New York echt super. Ik hoop dat ik een klein beetje daarvan heb kunnen laten zien. Ik vlieg nu naar huis. En daar zie ik Noortje weer en de family. En we vliegen dan direct door naar Rome. Maar dat in een volgende vlieg. Doei! Dit is echt lekker, want even kijken hoor. Het schuimt zo lekker. Dus die. En dan heb ik Mattifying Moisturizing Skincare. Deze. En the best thing ever. Floral spray mist. Ik vind niks. Maar dan ook niks zo lekker als spray mist. En wel nu lekker de zomer eraan komt. Ah, dit is echt. Hier word ik zo gelukkig voor je ook. Zo lekker. Ja, het is heel goed. Heel lekker, hè? Ja.
Good morning. Ik ben gisteren in slaap gevallen. Dus vergeten de vlog af te sluiten. En ik ben echt kapot trouwens nu. Dus ja, dat moest ik nog even doen. En Olivia is wakker. Daar ga ik naartoe. Dus bedankt voor het kijken en ik zie jullie morgen.